Goedemorgen. Het is vandaag de internationale dag van de vrede. En daarom gaan wij een Peace Challenge doen hier op deze mooie school. Wat we vandaag doen is challenges. Dus kinderen van verschillende scholen komen samen en doen verschillende challenges om beter te leren samenwerken, elkaar te leren kennen en een leuke dag samen te hebben. It is so important to give children a day that is dedicated to peace. If we say that peace is valuable, then we have to show that we value it. Je hebt vrede nodig om jezelf te kunnen zijn, om jezelf gelukkig te kunnen voelen, om jezelf volledig te ontplooien. Ik hoop te bereiken als wethouder van onderwijs dat kinderen op school niet alleen allerlei cognitieve vaardigheden leren, maar dat ze ook leren hoe ze met elkaar omgaan. If peace is important, then education about peace is important. We do what we learn. Dus het doel van het onderwijs is dat je kinderen klaarmaakt voor de grote wereld. En dat kunnen ze hier met zo'n project als dit even oefenen. We werken natuurlijk ook in het buitenland. Nou, bijvoorbeeld Libanon, daar brengen we Syrische en Libanese kinderen samen. Hier doen we kinderen van Monnikendam, platteland, stad, Amsterdam. Dus iedereen komt uit zijn eigen bubbel, komt samen. En dan maakt het dus niet uit welke cultuur je komt, welk stadsgedeelte je komt, welk land je komt. We werken hier samen en hebben een goede dag samen. Wat we willen proberen met Global Dreamweb is ons netwerk steeds groter te maken. Dus meer docenten Amsterdam, meer docenten Noord-Holland, meer docenten in Nederland. En ook wereldwijd gewoon meer mensen betrekken, zodat die culturen meer in contact komen met elkaar. En dat we meer mensen hebben die dit geheel gaan dragen. En het belangrijkste is dat ze het tof hebben gehad, dat ze elkaar aan elkaar geroken hebben, dat ze elkaar gevoeld hebben, dat ze elkaar gezien hebben. En dat ze denken, die gasten zijn eigenlijk hetzelfde als wij zijn. Het belangrijkste wat ik vandaag heb geleerd is dat je elkaar respecteert. Ook al ben je anders, aardig met elkaar omgaan en nieuwe vrienden maken. Ik heb toch wel wat mensen leren kennen, beter. Hoe je eruit ziet, dat maakt niet uit. Als je maar gewoon aardig tegen elkaar doet. I would like that the children take away from this day that each one of them can change the world. That children can be peacemakers and peace builders. In fact, they must be.